Ja, zo kennen we het Rijksmuseum voor Oudheden natuurlijk met deze prachtige tempel. Maar sinds vandaag staat er ook een helemaal nieuwe kist in de hal. Een echte escape room. Je moet als museum laten zien dat je een levendige, actieve instelling bent waar ook verrassende dingen gebeuren. En zo'n museum escape is niet iets alledaags en past daarom ook heel goed hier. En we zijn eigenlijk al sinds tijd en wijle, ik en mijn vennoot Jurie van Sister, zijn bezig met erfgoed, met musea, kastelen, etc. Om die twee te combineren, dat was eigenlijk een hele natuurlijke stap voor ons. Geef binnen. En dan ga je naar binnen om een mysterie op te lossen. Een mysterie achtergelaten door archeoloog R.C. Reuver. Loesje archeoloog en nog dood ook. Wat voor opdrachten er allemaal opgelost moeten worden, dat mogen we nu niet verklappen. Maar spannend is het wel. Er gebeurt dus van alles en dan steek je ergens iets in en dan hoor je of je hoort helemaal niks en dan ga je weer om een hint vragen. Nou, wij komen er niet helemaal uit. Zouden wij graag één hint mogen? Werkelijk waar. En dat alles binnen 45 minuten. Hij gaat open, jongens. Hij gaat open. Ho, ho, ho. Wow. Wow. Yeah. Het is leuk binnen, maar het wordt ook warm. Heel erg warm.